Zou jij een student in huis nemen als die nergens anders terecht kon? Als ik groot genoeg zou wonen, zou ik dat serieus overwegen? Nee. Nou, ik heb het wel eens serieus overwogen, samen met mijn man. De kinderen hielden toen nog een beetje tegen. Niet zomaar. Ik denk dat het heel gezellig kan zijn, dat het ook heel leerzaam kan zijn. Voor beide kanten. Nou, ik wil gewoon door mijn eigen kamer lopen. Met een gezin, kleine kinderen, is dat niet ideaal. Maar ik zou geen student van mijn eigen opleiding willen. Ik heb dan wel weer zo mijn specifieke voorkeuren. Zou jij bij een docent in huis willen wonen? Ja, ik persoonlijk niet. Ik woon thuis prima. Ja, dat ligt eraan welke docent dat is natuurlijk. Maar als ik geen andere optie heb, dan wel. Nou, denk ik liever niet. Dan zou ik bij mijn ouders blijven wonen. Zou jij je anders gedragen wanneer je een docent hebt als huisgenoot? Ja, als ik er anders uitgezet word, als ik me niet goed gedraag en ik heb geen woning, dan zou ik me wel anders gedragen. Maar als je gewoon een normale band met iemand hebt, dan denk ik dat je gewoon jezelf kan zijn. Nou ja, dat ben ik nou juist niet van plan. Daarom werkt het niet, denk ik. Ja, ik denk het wel, want je bouwt dan wel een andere band met elkaar open. Als je ineens weer de les in komt, dan ga je elkaar niet ineens meneer of mevrouw meer noemen. Ja, dat denk ik wel. In eerste instantie, gewoon heel simpel. Hangt er vanaf of degene waarmee ik samen woon er last van heeft. Zou je dan een hospiteeravond organiseren om een goede match te vinden, of hoe pak je dat dan aan? Ja, zeker. We gaan wel even goed een keuzeproces door. En iedereen moet het ermee eens zijn. En vooral dus mijn kinderen. Jeetje. En die zijn best kieskeurig, al zijn ze 9 en 12, maar ze weten precies wat ze zouden willen. Ja, dat denk ik wel. Als de oppasmogelijkheden zijn, of ze dat wel gezellig vinden, of die vooral hij of zij kan monopolieën. Zien jullie nog voordelen in het hebben van een docent als huisgenoot? Ja, stel je staat voor een toets of zo en je hebt snel nog even een vraag of een opdracht waarmee die kan helpen. Ja, kan een beetje beïnvloeden toch? Een beetje een drankje bij het eten en dan zeggen, nou, ik had wel goed geleerd voor mijn toets. En dan misschien past die wat aan of zo. Ja, die zullen er vast zijn. Misschien kan je meer informatie krijgen voor bepaalde tentamens.